Ja, weet je, ik snap dat het voor het goede doel is en zo, en dat het hartstikke decoratief staat in mijn tuin. Maar aan de andere kant is het af en toe best wel confronterend. Hè? Wanneer je na 4 dagen weer naar zo'n emmer met van die lege bierblikjes aan zit te kijken, dat je dan bij jezelf denkt: oké, misschien heb ik wel te weinig kastruimte, ja. Hè? En hoe je al die extra kastruimte ook had kunnen gebruiken om naast al deze lege bierblikjes ook een leuke vluchteling op te slaan van 18 met grote tieten. Hè? En sommige mensen, ja, die zien hier een emmer met lege bierblikjes, maar ik zie hier een emmer met mogelijkheden. En niet alleen mogelijkheden, ik zie hier een investering. En niet alleen in mezelf, maar ook gewoon in 2 nieuwe sixpacks. En misschien wel halve liters. En hoe je die dan weer kan gebruiken voor die vluchteling met dikke tieten. Want dan heb je ook nog eens wat te neuken. Hè? Zo kan je er ook tegenaan kijken. Verdomme.